willen jullie allemaal eens met je eigen groep nadenken of jij misschien een droom van iemand kunt verwezenlijken. Dat betekent dat je eens na moet denken, praten met elkaar, of je weet iemand, of je iemand kent in jouw groep of misschien ergens anders, waar je het verhaal van kent. En dat verhaal ga je met je groep opschrijven. En daar hoort een wens bij. Dan zeg je, het zou zo fijn zijn als die jongen of dat meisje een dag met de hele familie of misschien met een vriendin of een vriend iets heel moois mag doen. Ja, Dolfmoed zei het al even. Maak een droom waar. Vang je droom. Jessica Heuting, jij bent initiatiefnemer van dat hele mooie doel. Wat mogen deze kinderen gaan doen? Deze kinderen mogen gaan nadenken om voor een ander kind, wat past binnen onze doelgroep, dus wat misschien wel een steuntje of een duwtje in de rug nodig heeft, een droom te bedenken. Al die kinderen in Nijverdal, 1500, mogen een droom bedenken voor een ander kind wat in armoede leeft, dat in armoede leeft. En hoeveel dromen ga je waarmaken? Nou, wij gaan in elk geval twee dromen waarmaken die door de SNS dan ook gesponsord gaan worden. Maar ik zou me voor kunnen stellen, als er meerdere mooie dromen bij zitten die bij onze stichting passen, dat er wellicht nog wel meer dromen uitgeplukt gaan worden. Er zijn heel veel stichtingen voor zieke kinderen, voor kinderen die een handicap hebben. En deze kinderen hebben een soort onzichtbare handicap. En daarom vond ik het belangrijk om juist voor deze kinderen iets te doen, waarmee ook hun droom eens een keer waar kan gemaakt worden. Je doet het al een tijdje. Wat is de meest bijzondere droom of het meest bijzondere moment wat je hebt meegemaakt? Ja, dan ga ik ver terug. Ik denk dat nog steeds mijn meest bijzondere droom is van Ramona, het meisje wat heel graag voor haar overleden moeder een gedenksteen wilde uitzoeken. Haar moeder was op gemeentelijke kosten gecremeerd en ze had geen plekje waar ze naartoe kon gaan. Dus samen met haar heb ik in Usselo een plekje uitgezocht en een grafsteentje mogen neerzetten met haar gedenksteen. Mooi dat je dit soort dingen doet en hoogst waarschijnlijk komen hier ook weer hele mooie dromen uit. Mag ik de afspraak met je maken dat ik mee mag om de droom waar te maken, mits de familie dat ook goed vindt? Dat mag zeker. Als de familie en de kinderen daarmee akkoord gaan, dan gaan we dat doen. Lijkt me fantastisch. Expeditie Oost samen met Jessica Heuting, dromen vangen. Lijkt mij een heel mooi moment.